En ik dan. Goed. Zo. Nou. En Rob Jansen natuurlijk. En Rob Jansen natuurlijk. Wat zijn de plannen voor vandaag? Ja. Ja, we hebben een veld 14. Die kan worden gezaaid met mais. Veld 14, veld, ja. Veld 8 die kan worden gecultiveerd. Ja. En veld 11, 13 en 19 kunnen worden afgehaald. Afgehaald, oké. Okay. Wat wil je doen, Briefus? Ja, wat ik de vorige keer heb ik toch ook afhalen gedaan, dacht ik, of niet? Volgens mij wel, ja. Dat was toch ooit op veld 8 inderdaad, met dat... Ja. Met die oogsten volgens mij, samen met Rob, dacht ik. Ja. Klopt. Ja. Even kijken. Misschien zaaien of cultiveren? Misschien is dat je weer? Ja, is helemaal goed. Is goed, Martin, tot de volgende keer trouwens. wat kan ik dan, wat voor een ding moet ik eigenlijk pakken dan? Of... Als je wil cultiveren, dan moet je een van de trekkers hier pakken. Ja. En dan rij je naar hier, naar deze schuur. Ga eens rijden. Goed zo. Even kijken. Dan ga je naar deze schuur. Oh, daar helemaal. Helemaal naar mij. Helemaal naar mij. Helemaal naar die kant. Jeetje, Mina zeg. Wat een eind. En dan pak je dat blauwe ding. De blauwe ding. Au. Muurkouter 1. Ja, muurkouter 1. We moeten echt eens een keer zo'n command aanmaken. Eigenlijk wel, hè. Ja. Iets met uitroepteken Boing of zo, weet ik veel wat. Bijvoorbeeld, ja. Hey Sven, ook welkom in deze kant. Even kijken, zal ik dan gaan oogsten? Ja, als jij gaat oogsten. Dan, kijken, veld 11 moest je gedaan worden volgens mij? 11, 13 en 19. Laat ik 11 eens een keertje doen, dat is maar geleden. 11 en 13 kun je dan tegelijk kun je dan achter elkaar doen. Hoe kan ik dat ding ook weer opzetten? Er staat soja aan. Q. Hm? Oh ja, Q hè. Ga erop dan. Of sta ik er niet goed voor? Dat kan natuurlijk ook, hè? Ja, dat kan. Je staat er niet goed voor. Oké, okay, nou duidelijk. Ik zie ook gewoon alleen maar dat dak, hè? Verschrikkelijk. Zo. Nu dan? Ja, je kan ook in de cabine met C en dan kan je in principe ook met je muis gewoon ronddraaien. Waarom pak je dat niet, hè? Hashtag je zou er goed voor moeten staan. Ja, ja toch? Ik wilde zeggen, ik kan het niet beter voorstaan dan ik nu doe. Oké, hoor. Ah, Q. Bingo! Ik sta erop. Ik moet wel even de header switchen volgens mij, als ik me niet vergis. Ja, dat is de header voor de maïs, die hebben we nog niet. Nee, precies dan. Oké. Okay. En dan ga ik ondertussen even planten. Oh wauw, komt Rob aan met zijn grote. Goeiedag, hè, als een apparaat. Dat is de oogster. Oh jeetje mina. Waar kan ik het beste heen rijden? Welk veld hebben we? Naar welk veld inderdaad? Veld nummer 8. Veld nummer 8. Kijk op je kaartje. Okay. Ja, ik zie hem op de kaart. Yes. Waar is de uitgang? Yes. Oh, ik zit een muur. Je zit goed rechts. Ja, als je nou naar rechts draait. Oh ja. Richting Rob. En dan is het daar links. Links. Ja. Yep. Dan zit ik even kijken waarom ik niet kan koppelen. Oh, wow. Ik haat die muur zo erg. Ik dood ook in de schuur in. Heel herkenbaar. Het is hier een beetje een nadeel, ja. Daarom dat ik ook heel vaak boven de machine hang. Oh, wacht even. Ik ga iets even door. Even kijken. Welke kant moet ik op voor veld 8? Je kunt ook hier rechtdoor en dan links ook, naast de schuur langs. Oeps. Dat kan ook. Alleen het admin zag ik in beeld en dan wat de hel was dat? Charles zijn, oftewel een zaakmachine. Oh. Maar daar heb ik ook constant. Thinking hype. Oh, dat zal Tom waarschijnlijk zijn. M-counter op Björn 2, ja inderdaad. Oh, iemand houdt erbij hoor, de muurcounter. Oh, echt? Nice. Dat is kijk, okay, en dan welkom. In het Garfield. En ik zit in het tech. Nou, ik ga even met een flinke omweg ga ik even naar veld 8 in. Garfield, oké. Okay. Ik ben benieuwd welke Twitch... username het is. Weet ik even zo niet. En ik zit weer eens lekker vast in de plantjes. Heb je het nu al voor elkaar, Rob? Ja, eerst in hek, nou zit ik tussen een... Skull is er aanwezig. Ah! Oh, ja, tuurlijk, inderdaad. Gezellig. Ik ben zo goed in een oud... in ik ding vast ik zat al te kijken. Hey, goedenavond, Sensen. Goedenavond. Gaan we weer erg lekker bij, jongen.
Ja, een hele goede start hebben vandaag. Ik draai de boel even om. En even kijken naar Nathan. Bedankt nog voor de follow en dat geldt ook voor Angst1PR. Het klinkt een beetje Duits. Jawohl! Ja, super. Kijk, en ik ben ook weer los. Goed zo, goed bezig op. En Julian moet ik bedanken voor een hoofdstier. Nee. Oké, okay, veld 8. Veld, nou, ik rijd nu vlak naast veld. Daar is de poort naar veld 8. Oké, okay, dit hele veld dus. Ja. Ja. Ik weet nog hoe de GPS-mod werkte en zo, of dat niet meer? Control en dan dacht ik. Oh nee. Iets met 0. Ja, bingo, dat heb ik nog. En dan, kun je nog één venster uitschuiven met het met de punt. Dus zeg maar naast de 0. En dan moet je even op. Want je. Je breedte, zeg maar, is niet goed nog. Nee, precies. Waar was het ook alweer? Dan moet je dan, als je zeg maar, dat extra venstertje hebt. Ja. Dus zeg maar, control en dan die punt even. Ja. En dan heb je zeg maar, een extra venster. Dan moet je even control inhouden en dan moet je even op de A klikken. Oh ja. Hoe krijg ik dat ding hier rechtsboven nu ook weer weg? Met al die voertuigen dingen erop. F1 kun je drukken. Ja, inderdaad. F? F1. Oh ja, bingo. Oké, en dan moet ik dat ding nog even goed zetten. Maar eerst eventjes mijn trekker goed zetten, volgens mij. Ja. Oeh. Heerlijk. En dan komt er wel in zo en dan kun je met de buis op A klikken. En dan maakt hij er als het goed is 6.0 van. Even kijken, A zeg jij? Ja, dus zeg maar control indrukken en dan in dat venster wat je open hebt, er staat automatic een A'tje. Ja? Dan zou hij iets van 6 moeten laten vertonen. Oeh. Waar moet het 6 vertonen? In dat venster dan. Oh, ik zie 3.8 staan. Ja, dat is niet goed. Dan moet je even de work moet je hem even uitvouwen. Zeg maar even eerst op X drukken. Nou staat hij op 4.0. Oh, ik heb dus. Gewoon zeg maar eerst op X drukken, dan gaat jouw cultivator uitklappen. Ja, dat ben ik nu aan het doen inderdaad. Oh, en nou dan zie ik het inderdaad. Dan gaat hij natuurlijk wat even de breedte bepalen. Ja, zodra die helemaal is uitgeklapt, dan kun je het nog een keer die A doen. Als het goed is, moet er nu 6 komen te staan. Hey Stef, goedenavond. Gerwin, het gaat lekker. Goeie dag gehad, weet je waarom? Maar toch. Zeer fijne dag gehad. En thanks guys voor de hosts en de follows. Ja, 6.1, bingo. Ik moest hem even recht voor achter mij zetten, zeg maar. Het is 6.0, hè? Even kijken, geef je spotje aan. Misschien moet ik eventjes. Kan ik dat vernauwen of zo? Ja, dat minnetje moet je gebruiken. Eén keer op min drukken, dan wordt die 6.0. Ja, 6.0 inderdaad. Oké. Ja. En dan het enige wat jij nu hoeft te doen is, hij heeft de baan al op de grond getekend. Nice. Ja. Zeg maar, wat je nu gewoon kunt doen is gewoon Ctrl-W en dan op 3. Maar je staat wel de verkeerde kant op. Ja, klopt. Dus ik moet nog even draaien. Gewoon 90 graden draaien. Oh nee, dat staat hij net niet goed. Bij mij gaat het goed, Fabian. Dankjewel. En Jeppe Rama, ook welkom trouwens. Hallo. Even kijken. Zeg maar, zodra die lijntjes zeg maar, een beetje bij jou gewoon een beetje recht zitten voor jou trekken, dan... Ja, dus ik zit even te kijken van hoe ik hem ook weer kan draaien, want je hebt die 90 graden ding heb je in één keer. Ja. 90 graden draait hij in één keer. Ja. Maar je kunt ook met die andere knoppen daar. Zodat ja, die twee die eronder zitten. Ja, die twee vierkanten of die drie hoekjes, zeg maar. Bingo, dat was hem inderdaad. Wat je ook kunt proberen is op nieuw drukken. Control en dan nieuw. Nee, dan reset hij hem, zeg maar. Control en wat zei je? Control en dan de knop met nieuw. Oh. Zeer mooi, Simon. Nou, mijn stoffen staat ook weer aan, zie ik. Wat een berg komt eruit. Ja, ja. Ja, het gaat lekker in, jongens. Ja, vakantie doet het niet aan dit jaar. Ja. En als ik het heb, dan is het vakantie. Zijn, wat je ja, dat kan ook niet. Inderdaad, wat is vakantie? Kun je het eten of zo? Ja, best lekker eigenlijk.
Was het ook wel? Oh, je moet je cruise control nog zetten. Hoe doe je dat ook alweer? Ja, als je control W doet, dan zet jij zeg maar de GPS aan. Ja. En dan kun je daarna vervolgens op 3 drukken. Dat is gewoon boven je normale cijfers. Ja. Je zit boven de E-toets en dan gaat hij rijden. Ja, maar alleen staat de cruise control op 21. Dat is veel te snel volgens mij. Hij past zich automatisch aan. Naar de maximale snelheid wat hij kan doen als jij die cultivator naar beneden hebt. Ziet het er toch mooi uit hier zonder het? Ik weet niet, maar ligt aan mij. Ik heb wel naar beneden geklapt, maar het lijkt dat hij vrij weinig doet eigenlijk. Of misschien staat hij nog. Je moet er nog naar beneden klappen, je hebt hem alleen uitgeklapt. Haha. Dan moet je nog even op V drukken. Op V, oké. Ga ik de volgende keer even doen. Iets met een kettingzaag zag ik in beeld, maar dat leek me niet heel erg... Nee, dat is een van de beveiligings die erop zitten, maar ik weet niet hoe vaak die naar voren moet komen. Iets met synchronisatie. Ja, sync hype. Yep. Zou Skull weer zijn. Ze was niet uitgegaan, dacht ik. Ik moet radio ja, die moest even wat. Ah, kijk, Skull is weer terug. Oké. Okay. Welkom back. Yep, we zijn weer terug. Oh. Yay. Oh, was Skull wel uit, oké. Okay. Oh nee, Skull is nou weer dood. Oh, wie is Garfield dan? Even kijken. Garfield, daar was Skull. Oh, hij heeft zijn naam gewoon veranderd. Oh, oké. Okay. Aha. Zo, dat lijkt wat meer op dit. Goeiedag, hé. Zo. Hebben we ook nog een vrachtwagen? Hebben we dat? Niet in deze map. Want de map is een beetje kleiner, hoor. Nee. En op de vorige map hadden we dat wel allemaal en dan hadden we de vrachtwagens van de makers van NLD. Ja. Die ook de Green River map hadden. Maar daar hebben wij bijna een half jaar op gespeeld en dan hadden we op het begin met wel een beetje gezien. Serieus? Ja, want het is elke keer hetzelfde. Ja. Ik heb een beetje eentonig op een gegeven moment. Dan is je van ja, we gaan eens kijken naar een andere map. En toen kwam op deze Engelse uit. Ah. Zodoende. Ja, dat is wel vrij logisch. Ja. Ja, en ja, hier helaas kan het niet zo breed qua materiaal. Nee, want het is allemaal een beetje krapjes, hè? Dus Ja, inderdaad, ja, Brama, ik zit een keer aan de Fanta. Zit je aan de Fanta? Wat is dat nou weer dan? Ja, het is een keer geen cola. Ja, ik moest een beetje afwisselen en ja, toevallig heb ik mijn moeder dan een keer iets anders meegenomen. Dus ik dacht, ja, prima, dan drinken we dan maar een keer. Dus dat, ja. Maar gesproken kan ik het allemaal zelf, maar ja, nee, ik kwam ze met mijn paar van die flessen dan, ja, dankjewel. Lekker, ja, dan lekker handig dan. Ja. Dus ja, dat is een keer wat anders dan. Nog 30 flessen staan maken, wat? Heb je een feestje of iets? Wat zeg je, waar kunnen we aanwezig zijn? Ik zou zeggen, de wekelijkse voorraad. De wekelijkse voorraad. Ik heb hier helemaal niks aan, zou je dat vertellen? Ik kon ongeveer met 12 flessen 2 liter cola's van kon ik ongeveer 3 weken mee doen. Zo. Ja, als ik zuinig aan deed. Dan vond ik wel heel wat. Dat is toch heel wat eigenlijk. Jo. Nee, Skull, ik kwam even langs rijden. Nice. Yep. Zo, even draaien. Dat ik het een beetje mee cultiveren, Bjorn. Ah, hij pakt de verkeerde baan. Niet doen. Ophouden. Ja, soms heeft hij wel een beetje last met die draaien in die maat. En die GPS moet je soms best even opnieuw activeren bij elke strook. Ja, dat Of je moet het om en om doen, maar dan moet je hem nog voor de cruise control opnieuw in instellen. Ja, die control weer elke keer even opnieuw aandrukken. Want die gaat zeg maar uit aan het einde van je rij. Long live macrokies! En anders gewoon even 2 keer het veld even rondrijden. Komt wel goed, ik zit alweer prima mijn baan. Oh, op die manier maken. Ja, dat is wel lekker dan, ja. Je kunt het amper een trek noemen. Ja, dat is eigenlijk speciaal, want deze banden die kunnen over het gewas heen rijden en dan gaat het niet kapot. Ja. Toch? Als ja, Bjorn heeft small tires, dus daar kun je gewoon mee over het veld toeren zonder dat inderdaad iets kapot gaat. Dat is toch vrij belangrijk, of niet? Ja, als je hebt gezien dat je moet nog wat bijvoorbeeld wat mest erop gooien of zo. Of
wat anders. Of als je wat vergeten bent of zo. Ja. Exactly. Oep. Dat ging of als je gewoon rekenen. Onvoorzichtig bent zoals ons allemaal. Yep. Nou, op de vorige server hadden we dat inderdaad expres eraf gehaald, omdat ik nog wel zo onhandig was. Maar later in de server was het soms wel handig inderdaad, want zowel Dusdriver als, waarschijnlijk op daar voor het komt, als Victor, die had er wel een paar keer wel een zootje van gemaakt en dan is het maar goed dat het uitstaat. Dus ja. Je mag een gegeven baat niet in de smoel kieken. Professional farming, hè? Daarom. Draai je daar ook even de bol om en dan kan ik geleegd worden. Nou, zo gezien is Rob Jans hier het veld naast aan het doen. Ja, ik doe veld 8 momenteel. Ja, Simon. Ja, en ik weet niet wat de mensen bij jou van het uitzicht vinden, maar het is toch wel ontzettend mooi uitzicht hier. Uiteraard. Ja, bij jou zien ze alleen maar de grond. Bij wie? Bij jou. Ah. Ja, bij mij zien ze alleen maar grond helaas, ja. Hij komt soms in nog wel aan een... bij de cliff komt hij soms in nog wel langs. Ja, ik doe nu bewust even wat zijkanten van het veld, zeg maar. Zodat ik wat meer plek heb om te draaien. Ja, dat kan. Alleen maar rekening mee, wat is jou gezaaid dat veld of niet? Nee, hij is aan het cultiveren, hè. Oké, dan maakt dat niet uit. Nee, dat maakt. Dan moet je nog even oppassen dat je niet kapot gaat. Maar ja, goed, met die banden van jou, dan maakt dat niet uit. Nee, daarom. Nee, lekker makkelijk, hè. De cultivator wel, hè. Ja, dat wel, ja. Wie heeft er weg echt brengt dienst? Geen idee. Jappa. En ik ben leeg. Leeg met wat? Oei. Mijn mais is op. Ja. Hey op, goedenavond, welkom. Lekker op de trekker. Scenario's veranderen, maar je kan maken dat je gewoon altijd, tenminste deels dan, zelf kan kiezen wat je gaat doen. Ja. Het is eigenlijk meer een soort free room scenario's geworden. Of soort van. Nou ja, eigenlijk letterlijk. Maar ik ben wel benieuwd, het is jammer dat hij inderdaad maar zo kort is inderdaad, maar afgezien maakt voor mij niet veel uit. Ik heb zoiets van, het is een keer wat anders. Het enige wat me wel opvalt is, het is nog steeds geen elektrisch en dat is het enige wat ik nu nog mis. Maar goed, ik denk dat de volgende, en ik zat er te kijken, wat zou de volgende route kunnen zijn die ze kan maken waarschijnlijk. En ik heb een zwaar vermoeden voor de Munich Augsburg. Serieus, Munich Augsburg, ja? Ja, weet je waarom? Omdat dat een van de meest populaire routes is die er voor Duitsland is. Kun ik een scheur? Nou ja, ook dat, want de Hagen-Siegen gaan ze niet doen, het is veel te lang. Ja, dat klopt, die zijn heel erg lang. Want dat was eigenlijk de eerste echte route natuurlijk, maar... En de Augsburg-route is gewoon een hele bekende, door hun gemaakte route. Ja, maar die is daarom ook, denk ik het. Die is ook niet lang en tevens leuk om te rijden eigenlijk, hè? Zeker, half minuut, maar goed. Crash. Oh, goed. Ah, ik moet wel zeggen, sinds dat hij op deze nieuwe PC staat, heb ik, ondanks dat hij nog niet op een SSD staat, eigenlijk nog geen crash gehad. Oh. Even afkloppen. Ja, afkloppen. Ja, precies. Voordat je weer knalt alles in elkaar. Ja, nee, precies. Ja. Dus ik ben benieuwd. Ja, we gaan het wel zien natuurlijk, hè. Ja, ja. Ja, en dat een HSD is, ja, dat maakt het gewoon af, want dat is gewoon een fantastische trein. Klopt. Dat is inderdaad. Heb je snel geüpload, Daan? Mooi. Zal er waarschijnlijk wel iemand denk vanavond naar kijken of morgen. Mark zegt van als de scenario's dus ruk zijn, kunnen we dus helemaal niks. Nope. Nee, er zit gewoon geen editor in. Nee, dat sowieso dan wel. Ja, dat vind ik trouwens wel een beetje vreemd dat er geen editor in zit. Nou ja, Xshooter is er nou niet, maar die had er dan zo'n een heel verhaal over gemaakt. Daar kijkt hij kijkt er heel erg naar uit. Naar de hele route bedoel je, of? Nou, eigenlijk nee, allebei wel. Naar editor, daar kijkt hij naar uit. Ja. Hey, ik zie daar iemand, ik zie daar een trekker staan. Van wie is die? Geen idee. Oh, dan is hij toevallig ergens blijven staan of zo, denk ik. Is dat een trekker of veld 8? Kijk. Ja, we zullen zien.
Dus het ging. Ben je weer eens een keer vergeten om dat ding naar beneden te doen? Nee. Ik was een stukje vergeten. En er loopt iemand over de trekking heen. Ga weg! Eigenlijk moet je nu gewoon tot de koninklijke Sam vermaald worden, eigenlijk, hè? Maar goed. Er staat iemand op mijn trekker. Oh ja, de Hamburg-Hannover-route lijkt me inderdaad ook een mooie intrinsic modeltje. Zeker Hamburg in zijn algemeen al vind ik al heel erg mooi. DJ202, bedankt voor de follow en van harte welkom. Rob Jansen staat op mijn veld. En Henk is zo zien ook bij jou in de chat. Goedenavond. Ik wacht dat je het lui bent, dan kan ik zieren. Oh, sorry hoor, gaat het weer niet snel genoeg? Oh jawel hoor. Oké, dan is het. Wat bedoel je precies, Japanama? Of heb ik iets gemist? Ik zal straks wel eens op het treinpunt kijken of er nog scenario's toegevoegd zijn, wat daar nog iets bij staat. Ik wil wel zeggen, zolang ze niet beschikbaar zijn of online zijn, kan ik ze alleen niet doen. En Jordi Alas, ook bedankt voor de follow. Ja, sowieso ook voor de mensen die hier allemaal gevolgd zijn. Het zijn er te veel om op te noemen in ieder geval. Maar in ieder geval, dankjewel allemaal voor de follows. Yes. So thanks guys for all the follows. Must appreciate that as always. Very welcome in this awesome community. Yes, yes, yes. En DJA2002, thanks for the follow. Ja, die had ik ook inderdaad. Ja. Welkom! Hey, trouwens, Rob, je hebt waarschijnlijk wel een beetje meegekregen dat ik vanmiddag vroeg naar tweede streaming PC's en dergelijke. Ja, ik heb zoiets tussendoor via het werk wel gezien, ja. Nou, ik heb een offerte uitgevraagd voor een hele leuke PC met een i5 processor erin. Ja. Wel 7e generatie. Oh. En zonder videokaart, omdat ik op processor wil gaan encoden. Oké, okay, maar. Is heel erg recent is er een nieuwe manier uitgekomen. En dat heet NDI of zo. NDI. Mm-hmm. En dat is een plugin voor OBS. En als je die installeert, dan kun je op je tweede streaming PC kun je ook een soort NDI source kun je maken. Waardoor het automatisch eigenlijk gewoon over je netwerk naar de andere streaming PC wordt gestreamd, zeg maar. Ja, bijvoorbeeld via een cross-cable. Nou, het hoeft niet eens eigenlijk. Ik heb net het even over wifi geprobeerd. Nou, dat werkt natuurlijk voor geen meter met wifi, omdat ik... dat gaat niet altijd snel. Maar als je LAN over LAN doet, dan zal dat prima gaan. Of wat je kan doen, is een tweede netwerkkaart nemen en dan... Ja, precies. Die met elkaar verbinden en dan, nou ja... Maar het is het beste... Het kan ook gewoon over LAN. Dus dat is eigenlijk het beste. Ja, dat sowieso, ja. Ja, het klinkt goed, alleen ik vraag me af hoe het met de deletions zit. Ik had eventjes getest omtrent mijn geluid en dat soort dingetjes. En ik schreeuwde gewoon een keer in de microfoon, hallo. En voor mij was het misschien niet net een seconde later, zo hoorde ik weer hallo uit die laptop komen. Ja, zo ongeveer bij hetzelfde als wat ik nu heb, want ik heb nu 1200 milliseconden vertraging in mijn capture kaart. En dat is eigenlijk al niet veel. Maar net genoeg om het vervelend te vinden. waar merk je dat aan dan? Of? Nou ja, als ik als ik hier nou in mijn vingers sla, dan zie ik pas nu, zie ik het pas op de stream. Of ja, op de stream, op de OBS. Dus die de tussentijd is de vertraging dat ik extra heb, voordat ik het pas letterlijk op mijn OBS zie. Omdat mijn capturekaart niet sneller is. Ja. Nee, oké. Okay. Maar ja, dat is nadeel van USB 2. Ja, okay, in de USB 3 dan wel, want als je hem in de USB 2 zelf steekt, dan is hij helemaal niet vooruit te branden. Want dan zijn het zelfs 6 seconden en nu zit hij in een USB 3 en dat scheelt wel behoorlijk al. Ja, die transfer data, wat hij over kan brengen, is gewoon veel groter. Daarom. Maar het beste, zeg maar, wat je sowieso hebt, is gewoon die ene Elgato kaart gewoon. Ja. Ja, iedereen hoort erover. Heb je gewoon direct op de PCI-slot heb je hem aangesloten. Dus, kijk, het klinkt nou waarschijnlijk heel vrij ingewikkeld wat ik ga zeggen, maar dit is ongeveer mijn idee. In beide PC's heb ik twee netwerkkaarten. En daartussenin, dus je hebt mijn PC, een Switch en de game PC, zeg maar. Ik wil eigenlijk, wat het beste is, wil ik het... De internetverbindingen wil ik scheiden van de overgang van de stream, zeg maar. Ja, het is in een VLAN.
Juist. Oh, je hebt een VLAN is. Nou, mooi. Dan stel je voor mijn... Ja. Stel je voor mijn... hoe heet dat? Mijn... hoe heet het? Mijn, de over... De... Hè? Ja, ja. Het overzetten van de stream naar de andere PC gaat via VLAN 2. En dan het streamen gaat daadwerkelijk via VLAN 1. Noem maar een voorbeeld, zeg maar. Ja. Dat is mijn idee dan eigenlijk. Omdat dan zit je elkaars land niet in de weg, zeg maar. Nee, precies. Nee, inderdaad. Dat kan inderdaad. Ja, absoluut. Kan gewoon. Dus, nou ja, dat of je moet met subnet. Je kan ook trouwens volgens mij met subnets gaan werken, maar dan is weer een ander verhaal. Maar daar kan Robje denk ik meer over uitleggen. Ja, dat maar goed, dat wordt een ander verhaal. Subnets, dan moet je nog meer routing toevoegen. Ja, dat dacht ik al. Met VLAN's, dat is een virtueel, is het virtueel gescheiden. Ja, precies. Ja, daarom. En dat maar vind ik fijn. Het concept is hetzelfde. Ja, dus, ja. Nee, locomotor, ik bedoel echt VLAN, niet VLC. Dat zijn twee heel aparte dingen. Ja, daar kan je het ook wel deels mee doen, maar niet gestreamd. Je kan wel met VLC, kan je wel bijvoorbeeld video streamen. Bijvoorbeeld ja. Van de een PC naar een ander, dat wel. Klopt. Maar wat wij bedoelen is echt een twee plugins. Die de ene die record het, of ja, die captured zeg maar, stuurt het als een data, als een pakketje zeg maar, over een kabeltje. Naar een andere PC waar dat in de OBS terecht komt. Ja, ja, correct. Het is eigenlijk hetzelfde als wat ik heb nou met een captured card. Alleen dan rechtstreeks zonder een captured card. Maar dan softwarematig. En hier is het. Hey, kijk de pol hier. Is die weer aan het zingen? Erwin, bedankt voor de follow en welkom. Maar, yeah. nou is de vraag, van hoe werkt eigenlijk een capture card? Ik bedoel, gaat dan een HDMI-kabel vanuit je videokaart naar die capture card heen? En vanuit die capture card gaat weer wat naar jouw streaming PC? Of? Nou, op dit moment is het zo... Ja, dat ook. Ik heb een Houtpatch HDP VR 2 Gaming Edition. Daar gaat in feite van mijn PC een HDMI-kabel in dat kastje. Ja. Vanuit daar gaat een HDMI-kabel naar mijn Switch. Ja. Ja. Is niet per se nodig, maar dat kan ook rechtstreeks naar een monitor toe. Want in feite, omdat ik mijn hoofdscherm gebruik voor twee PC's. Okay. Maar dat is bijzaak. En in feite gaat hij rechtstreeks naar de Switch. Of naar de capture card, de monitor in. Want heeft zo'n capture card dan twee outputs, of hoe moet ik dat zien? Nee, dat niet. Eén output. Sommige, niet allemaal trouwens, moet je ook opletten. Nee, oké, okay, stel je voor als je maar inraden, vriend. Nee, absoluut niet. Voor muziek en video editing kan ik me voorstellen, maar kijk, voor gaming vader, absoluut niet. Mijn vader gebruikt Mac, maar mijn vader zit ook meteen weer in het grafische werk, zeg maar. Dus ja, oh ja, dan wel. Dan ja. Is Mac heel erg sterk. Dat ben ik op zich wel, dat kan ik wel begrijpen eigenlijk. Ja, er zijn genoeg games die al ook voor Mac zijn, maar heel veel ook voor Linux games zelfs. Niet. Ja, klopt. Ja. Ook voor meestal Linux, als je een game hebt die voor Mac is er ook voor Linux. Ja, want eigenlijk is Mac ook gewoon Linux. Ja. Het hart is Unix, hè? Ja. Dus, dat bedoel ik inderdaad. Ik moet zeggen, als ik me moet kiezen tussen Mac en Linux, dan zou ik toch eerder zeggen Mac. Kan ik toch net fijner werken? Ja, dat sowieso. Zet je oranje licht ernaar, hoe doe je dat dan weer aan? Op home. Op home? Of 5 kan trouwens ook. Wieuw. Op numpad. Ik heb zelfs mijn knipperlicht aangezet. Je knipperlicht? Yeah. Waarom zou je dat doen? Ja, Rob heeft altijd de knipperlichten aan, hè. Zo'n van die waarschuwt het overige verkeer en iedereen die op de service is, zo van ik kom eraan. Dat vind ik op zich wel netjes. Ik kom eraan. Ik kom. Zo, het gaat lekker, zeer zeer leuk. Heel goed. Morgen lekker een dagje vrij, dus dan is het altijd goed, hè. Morgen ook al vrij, jij. Jongen. Ik ben één dag een keer vrij. Ik ook. Eén dag, ja. Dan moet ik weer 2 dagen werken en dan heb ik 2 dagen vrij. Dan moet ik 2 dagen werken, ben ik 1 dag vrij. En dan... Nee, dan ben ik 3 dagen trouwens vrij. Oh, is dan zo. Moet ik 4 dagen werken, ben ik 1 dag vrij. Dan moet ik 2 dagen werken en dan heb ik eindelijk weekend. En dan zit ik weer half augustus. Ik ben dit weekend weer vrij, hoor. Tot en met maandag. Nice. Maar ja. Doe het. That's life. Dat is het leven inderdaad. Yup. Come on.
Oh, doe je goed, Gerwin. Ik word een beetje gek van de bounding box. De wat, hè? Ik word een beetje gek van de bounding box soms. Van de hekjes. Oh, zo. Ja, zo. Dat ken ik. De tweede PC is eindelijk ingeladen. De tweede PC? Jouw dat duurt lang. Dan is hij zeker al zo. Dat is een PC waar ooit nog eens een keertje Windows XP op voor geïnstalleerd stond. Zo. Oh, zo. Dat zegt iets over de leeftijd volgens mij. Dat zegt inderdaad wel iets over de leeftijd. Inmiddels staat er Windows 7 op, maar dan duurt het dus even. Ja, bij mij staat mijn laptop is 2011 volgens mij en daar staat een van de eerste versies van Windows 7 op en dat is nooit opnieuw geïnstalleerd. Dus dan weet jij ook al hoe belangrijk dat kan zijn. Yep. Dus ik zet die laptop ook nooit uit, maar altijd op slaapstand. Het duurt maar eens te lang. Ik heb hier nog wel een oude PC liggen. Wat is het? Een echte compact PC nog, hè? Oh jeetje, die heb ik ook staan. Ja. En die heb ik voor mijn andere hobby speciaal geïnstalleerd. Het OS wat opdraait is bloedsnel. Het is de originele versie van Windows XP. Oh wow. De originele die uitkwam in 2001. Nice. Dus, nice. Die heeft geen Surface Pack 2 en wat dan ook. Al die. Oh, dat is helemaal cool, ja. Hij gebruikt 96 MB RAM, gebruikt hij, hè? Ja? Onvoorstelbaar. Gewoon heerlijk. Weet je waar mijn oude server vast staan? Perfecto. Met een 5400 APM schijf is de computer geboot in ongeveer. Wat zou het zijn? Een minuutje? Dat is best goed. Ja. Er zit een 10 gigahertz schijf in, en ik denk dat het ratelt als een gek. Ja, dat had je toen, ja. Hey Donny Rock. Digital Gamers, de Discord is voor mij, Discord kun je alleen joinen toch als je sub bent, of is dat ook alweer? Nee, in principe hij is toegankelijk voor iedereen, maar niet alle chatrooms. Ah, oké, duidelijk. Er zijn een aantal exclusieve inderdaad voor de subscribers, inclusief de farming sim en rooms waar alle gegevens in staan voor de farming. Precies. Ja. Inderdaad. Ik hoor ergens een auto op de achtergrond, wat is dat alweer? Scan uit. Ik weet het niet. Ik wil ergens een auto. Ook goedenavond. De voice chat is in principe altijd subscribe promote inderdaad. Of we moeten die er zelf inzetten, maar dat wordt lastig als alles opgestoken is. Ja, dat is volgens mij is dat eigenlijk nog nooit gebeurd. Nee, ja, alleen de voice voor de subscribers wordt heel af en toe gebruikt door David en Ton, maar eigenlijk voor de rest nog niet. Ja, volgens mij is het inderdaad meer de tekst die wordt gebruikt en wij dan inderdaad voor streamen, hè? Dus, ja, inderdaad. Oh, Dutch Drive heeft ergens zo'n ding in de kelder op PC, zo'n waar de monitor op kon staan met Nederland Windows 95. Oh, nice. Als wat ik op dit moment hier in de kast heb staan, dat denk ik een... Ik heb volgens mij een centje één staan met 90 vingers. Ja, dat ben ik heel zuinig op, Robbie. Want als je over een paar jaar kun je dat ding verkopen drie keer zoveel dan dat die waard toen je me kocht. Ja. Nou ja, ik kocht hem niet eens, mijn moeder kreeg hem van de werk. Oh, ja, dat is nog natuurlijk anders, ja. Dat scheelt. Nee, ik heb zelf nog een Pentium 1 90 MHz met 256 MB geheugen nog wel, of memory. En volgens mij 1 GB aan de schijf of zo. Dat is echt nog een oldschool. Een Samsung 2 GB hard display. Zo, so. Ja. 2 gigabyte. 2 gigabyte. Ja, dat was het maximale wat in die tijd MS-DOS kon aankomen. Ja. Ja, dit is nog eentje die wel al uit de 95 tijdperk zeg maar is. Wel iets later, maar. Ja, toen was het wel duur. Ja, dat zeker. Toen kostte die PC's 3.000-4.000 per stuk. Oeh, zoveel, ja. Ja, dat ging echt nergens over die prijzen toen in de jaren 90. Ik heb volgens mij nog wel een 486 PC beneden staan in de kelder. Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3. En ik heb hier dus inderdaad een Pentium 4, een Celeron 2 stuks en nog wat servertjes. Oh ja. En natuurlijk mijn huidige PC. Dus, Ik heb nog ergens een laptop hier liggen, volgens mij. Ergens. Ergens ver weg. Ergens verder. Die moet ik helemaal niet opduiken, want ik weet niet of ik het nog doe. Ik heb nog een mini laptopje met 900 MHz en 900 MB aan geheugen liggen. Daar kan je dus 8x1 opdraaien trouwens. Oldschool. Alleen,
alleen er zijn geen drijvers voor. Ik heb al mijn Windows XP op teruggezet. Heb ik alleen maar gebruikt voor, hoe heet het, TeamSpeak toen de tijd, maar nooit echt gebruikt. Dat draait dan wel inderdaad, ja. Gefietsen met je aardappelen. Ja, ik wilde zeggen, ik zag ook een keer iemand aardappels ofzo. Wat is er van aardappels dan? In het verkoop. Ja, soms krijg je een melding dat er inderdaad wat inderdaad in de uitverkoop is. Dan krijg je extra geld ervoor. Maar we hebben nog geen aardappelen. Oh ja. We hebben die machine niet. Die kost 500.000 per stuk. Zoveel? Stel toe voor de bietenmachine. Ik weet nog wel. Ik heb ooit een HP-PC'tje gehad. En dat was volgens mij een 1.7 gigahertz. En daar had ik het voor elkaar gekregen om daar 1,5 gigan memory in te douwen. Zo. Vond best knap. En er was nog een Pentium. Even kijken. Er was net een Pentium 4. Een van de eerste. Yes. Kijk, hoe zit het ook alweer? Had een sprinter had je dan. Een sneltrein. Intercity en internationaal. Toch? Hoge snelheid. Was het ook zo? Ik heb geen idee waar je het dan over hebt. Maar... Nou, die drie type treinen. Ja, dat was de Railjet was het, de G2 was het, de ICM was het en de SGM was het. Ja. We hebben voor mij geen werkschema hierin, of wel jongens? Nee. We doen gewoon allemaal wat we zelf leuk vinden. Ja. Even kijken, kan je je microfoon iets harder zetten? Nee, ik zet de game wel hartstikke harder. Geen probleem. De game stond denk ik ook wel een beetje hard inderdaad. Beetje, ik had mezelf al wat zachter gezet, dus ik had er geen last van. Maar hij zat wel goed. Zo beter dan hoop ik, jongens. Hey. Dus ja, in principe, als je hem eenmaal maar door hebt, dan lag je eigenlijk helemaal kapot inderdaad waar die derde zat. Maar hij zat inderdaad wel heel erg goed. Gooi je knop in daar weer op. Ga heen met je kettingzaag. Echt hè, knap ik ook. Dat mag ook wel eens gewoon. Ik hoor hol, dus Ja, toen is alles water. Kapot. Water. Zo, F5 kan uit. Dat was een boom. Een beetje maakt social volgens mij. En dan krijg je alle social media dingen. Tenminste, bij mij in ieder geval. Volgens mij ook bij Blievers. Ja, we hebben ook trouwens een YouTube kanaal, Arthur. Mijn YouTube kanaal is van Blievers92. En Rupke heet gewoon Rupke op YouTube. Dat is Rob Jansen. Ja. Ja, kijk bijna niet meer. Gewoon mijn naam. Dus, Kun je gewoon niet missen, inderdaad. En ik heb geen YouTube-kanaal. Ja, ik heb er wel een. Gebruik hem alleen niet. Tenminste, niks om op te leuren. Ja, ik heb toch wel iets van in de tweeën. Als ga jij je cabineritten maken of zo? Ja, ik kom pas in. Hoe heet het? Ik kom pas volgens mij in december pas weer op de trein. Serieus? Oh, ik heb dat je net op. Zat weer. Ja, maar voor een weekie. Oh, maar een week. Oh. Waar zit je nu op dan? Maken, of niet? Ik zit nou op een stoel. Ja, akkoord, maar... Waar heb je allemaal mee gereden dan die week? 64, 100 en 189ers. 189... Ees... Wat? En een witte 189. De 189 op de Nederlandse instelling met de AWI? AWI. AWI. Het is niet in Nederland, hè? Die witte. Die staat er Amersfoort. Op moment. Nice. Ik moest er eentje van de Waalhaven naar de Keifhoek rijden. Oeps. Zo, ik ben eindelijk uit dat ding. Welk ding? Ja, welk ding. ik zat even vast. Oké. Okay. Dat ene ding, weet je wel? Ja, dat ene ding daar wat dat ding is. Ja, precies. Je snapt wat ik bedoel. Ja, niet dat ene ding, maar dat andere ding. Ja, dat ding. Precies, zie ik, weet het wel. Ja, dat al. Altijd dat ding, hè. Dat ding weer, hè. Dus hebben jullie Ik kan hem niet in één keer meenemen, jammer. Jammer hoor. Jeppa is goed bezig. Ja, zeker. Ja, inderdaad, Jezus. Jeppa, goed bezig, jongen. Wat is hij aan het doen eigenlijk? Zie de Stefan vol, maar echt waar. Oh. Dat komt niet goed met die jongen, hè? Nee. Dat kan ook goed gaan. Dat komt niet goed. Nee. Maar even een typcursus doen dan. Nice.
ducktype.nl, wat? Dik, dan moet ik daar wel over denken. Nou, dat hoop ik bijna te delen in de groep van de SSN. Nou, van de jongere groep dan. Weet ook niet waarom. Geen. Wat zeg je? Ja, dat delen is in de jongere groep van de SSN. Ik weet ook niet waarom ze dat aan het delen zijn. Ja, dat heb ik met sommigen ook. En het erge is, eentje is ook toegelaten tot de machinistenopleiding. Oh jee. 8 uur, er zal geen farming... Train Simulator 2018. Ja, die zal er gewoon in september dan komen. Ja, het zou me niet verbazen. Er is nog niks geannounced. Meestal was dat nu rond deze periode wel. Ja, maar het is niet announced, hè? Ja. Dus maar we zullen dus wel een update komen. En om eerlijk te zeggen, je hoeft er niet zoveel nacht ervan verwacht. Het zal een paar kleine patches zijn en er zal waarschijnlijk weer een nieuwe combinatie van routepads zijn die je in één bundel kan kopen en that's it. Dat zal alleen maar die bundel van de routes zijn, want volgens mij hebben ze aan de interface hebben ze niks gedaan. Nee, maar ik denk dat ze weer een nieuwe achtergrond hebben, dat is spannend. Ik heb het muziekje niet. Ik hoop niet nog een ander filmpje, want dan mag ik soms er nog een keer bezig. Oh ja. Ja, dat wil Robjant. Dat heeft mij ongeveer al 6-7 uur gekost. Serieus? Dus, knippen en plakken en op de goede stukken zetten. En ja, dat kan ik me voorstellen. Een vrij lastig allemaal. Elke keer als ik Train Simulator opstart, dan zie ik Rob Jansen zijn filmpje. Nice. Ik zou zeggen... Zet dat filmpje gewoon uit. Ik heb hem uitstaan. Net als de muziek heb ik ook uitstaan. Kan al uit, inderdaad. Die muziek is er volgens mij niet eens meer. Nee, het zijn een paar wagonnetjes die op een eerste crossen en dat shit. Daarom heb ik die van metal ingezet. 2015 was de laatste die echt muziek had, in de stijl van sombere stijl. Ja. 2014 had nog een beetje uplifting, zeg maar. Hey Rob, ik ben trouwens klaar met het veld nummer, wat is dit? 11? Ja. Ja. Ik ben klaar met veld 11. Oh, wauw. Dan mag je gaan seeden op veld 11. Seeden, oké. Okay. Waar kan ik de seeden pakken dan? Die staat ook al de main farm, zijn maar in de andere schuur waar je langs kwam. Oké. Okay. Als je zeg maar daarnaar rijdt, dan laat ik het zo wel zien. Is helemaal dus, goed. Archer 2016 zou je ook nergens meer vinden, want op Steam wordt automatisch doorgezet naar de nieuwste versie. Ook al koop je nou bij spreken op een G2A of een andere soort website waar je nog dingen kan kopen van oude editie. En je dankjewel. En je activeert die op Steam, krijg je automatisch de gratis versie van 2017. Ja, als je daar routes van 2017 hebt, dan moet je 2017 ook op Steam of ergens anders kopen. En dan krijg je ook de routes van 2017 erbij. Maar iedereen krijgt sowieso de gratis, de nieuwste versie. Ja, de engine update, wat ze er ook mee doen en de muziek, de achtergrond, dat is allemaal wat je standaard krijgt. Want er zal geheid wel weer een patch zijn, want de vorige patch is ook al een hele tijd geleden. Ja, klopt. Jongens. Ja, ik verwacht deze, ja. Ja. Ik ben zo terug, ik moet even iets belangrijks doen. Ik hoor net dat er taart is. Oeh, dat is belangrijk. Yay, waar kunnen we naartoe? Ja, daar ga ik. Maar dan moeten jullie in Amersfoort zijn bij Connection. Oh ja, tuurlijk. Oh? Hij wel, hoor. Hij wel. Oh, sinds wanneer? Omdat ik hoorde dat Dutch Drive vanmorgen vrij was. Oh, nou, ik kom wel langs, hoor. Ik sta nu. Ik ben nu in de farm trouwens, meneer Jansen. Waar moet ik het apparaat weer neerzetten eigenlijk? Gewoon in dezelfde schuur hier. Stefan, leer van mij maar. Oh, nee. Oh. De andere. En in die schuur daar staan de Sirus. Waarom rij jij mij om? Hij moest toch hierin, dacht ik toch niet? Nee, hierin. Waar is hierin? Richting mij. Oh, daar. Waar het licht vandaan komt. Rob, laat jump, het licht jump, zien. Jump. Ja. Hey Mark, in welke wereld leef jij? Temp dumps fixen, wat denk je zelf? Daar kan je dat is onbegonnen werk. Netjes achteruit insteken, hè? Ja. Ah, dat ken je wel. Kan ik dat, ja? El. Zo. Kom maar, het zo. Oh, kijk. Zo, ik ben ook aanbeland op veld 11 eindelijk.
Zo, en dan niks meer aan doen. Was het ook alweer? Om af te koppelen? Kun je als het goed is, ja. Plop, eraf. Kijk, en welke is de sieraan van het ding? Die staat hier in deze schuur, staan twee sieren zoals het is. Tenzij er eentje al weg is. Nee, ze staan allebei hier. Dat rode ding? Oké, op die manier hebben. Ja, we doen even. Ik denk dat wij koolzaten opzetten. Dus dan moet je deze sieren hebben die hier aan deze kant. Deze rode, dat rode gevaat hier. Ze zijn allebei rood. Ja, haha. Maar dan moet je even koolzaad even selecteren. Koolzaad, dat is een soort. Wat doe ik dat? Ja, met de Y-toets. Ja. En dat is een. Met kleine bolletjes bovenop en wat losse stengels onderop. Ja, een soort van bloemetje. Geen bloem, maar. Ja. Trouwens, lichtgroenig. Dat zie je natuurlijk niet uit. Ja, ik dat is veel. Wacht even, welke moest ik hebben, zei je? Koolzaad. Koolzaad, ja. Hebben ze. Gevonden. Bjorn, je valt weg. Als in wat? Ik heb nog niks gemerkt dat ik wegval. Ik zal heel even kijken of ik toevallig frame drops heb of zo. Ik heb ook geen frame drops. Dus. Nee, ik heb hier. Stream komt hier ook al goed binnen met 5 MB en latency van 6,5 of 7. Ik wil wel even tanken, dus. Even kijken. Waar, aan de overkant toch kan ik tanken? Ja. Als je mij volgt weer, dan. Wat zal ik eens gaan doen? Oh, hobbel. Het is een goede dag, hé. Ja? Is er toevallig iemand dan? Als je hier staat, dan kan je als goed is op de R-toets drukken. Dan zie je dat die naam wordt. Ja, correct. Moet ik gewoon helemaal vol gooien, of wat? Gewoon helemaal vol. Helemaal vol. Ik ben zo terug. Dan ben je naar veld 11. Is goed. Ja. Eens even kijken. En dan veld 11, hè, zei je? Ja, veld 11. Rob, als jij je kunt veld 19 die je zo net hebt afgehaald, dan kun je cultiveren. Ja, en anders is 13 en 14 afhalen. Heeft iemand toevallig nog een goede sterke tractor? Op naar veld 11. Was trouwens die godwet ding ook weer die. Ik dacht al waar is, dan wilt hij die daar. Nee, niet welke de Gino, ook die niet. Niet de John Deere, maar die ander. Die. Ik heb de Klaas ding, dat ding. Oh, die heb jij bij. Oké, nee, dan pak ik wel. Ik wil zeggen, ik kan ook een Bobcat Fire misschien meenemen. Of gaat dat niet lukken? Dat zou ik niet doen. Oké. Okay. Is het gewoon weer precies hetzelfde trouwens? Eerst op X drukken en dan weer op V ofzo? Of is dat. Ja. Het is dezelfde breedte, dus dat moet wel lukken. Wie is aan de spookrijden? Oh. Dutch Farming AMF. Oh, dankjewel, Scroll. Kreeg je een compliment? Nou ja, kreeg je een tractor cadeau. Oh, dat is wel fijn. Ja. Tak, de eerste keer kon ik er direct doorheen, maar nou niet meer. Oei. Oh ja, ik zie ook al direct waarom. En thanks guys for all the follows. Much appreciated. Zo, die is het. Zo, proppen. Proppen met dat ding. Jeetje, moet je wat proppen, hé. Je kan ook via de schapenwei gaan, dat was een stukje makkelijker. Ja. Yeah. We dachten, laten we het dan ook maar vier zeggen, inderdaad. Zo, je was al bezig, dus. Ik was er al bijna doorheen, inderdaad, dus ja. Nou, en ik zal wel over de lengte gaan, anders gaat meneer Jans weer zeuren. Hoezo? Ja. Ik geef je alleen maar tips. Ja, ja. Zo, even dat ding uitklappen. Schaal die kant eraan. En dan Ctrl 0 en dan Ctrl A of niet? Oh, niet in de sloot erop, niet in de sloot. Goed zo. Oh ja, die A inderdaad, en dan staat hij op 6.6, dat zal wel. Oh, dus de trui staat midden in de weg. En bedankt. Graag gedaan. Zakken met dat ding. Zakken. Goed zo. Ben je zak aardappelen aan het doen of zo? Ja!
Verschrikkelijk ben jij, echt waar. Maar hoezo? Hoezo dat? Ja, Rob, je moet links rijden. Ja, maakt niet veel uit. Ik rij minder van de weg wel. Toch geen auto te zien hier. Die machine... Dan moet je even je zwaailampje aanzetten. Oh ja. Ik zie Victor hier netjes in de bosjes staan. Die machine achter mij die zorgt ervoor dat koolzaad in de grond komt, volgens mij. Yep. Plant B, ook welkom. Oh, wauw. Dit is ook wel grappig. Waarom zie ik trouwens helemaal geen verschil? Moet ik nog ergens anders op drukken ofzo om die machine aan te zetten ofzo? Of ligt het daarmee? V en B, hè? Ja. B? B is om het aan te zetten. Niemand heeft me iets over B verteld. Die heb je ook bij de cultivator niet nodig. Bij de andere machines wel, die een motor hebben. Het eerder verteld dan, alsjeblieft. Zit ik gewoon een helft van het veld te doen voor niks? Bedankt. Er zit gewoon er zit 7 liter nog in mijn aan gras nog erin. Ja, ja, praat maar eroverheen, joh. Nee, hij komt goed. Even kijken. Nou, ik ga ondertussen de snelweg op. Waarom slukt het ding van mij zo? Daar kom jij niet meer uit. Het lukt alleen niet helemaal, zo te zien. Tenzij je aan de verkeerde kant, of aan de goede kant komt, dan ben je er in één keer uit. Maar... Wie, ik? Mm-hmm. Oh, geen idee. Ik ben alleen een spook aan het rijden. Ben je met een spook aan het rijden of echt zo'n spook rijden? Okay. Ik ben letterlijk aan het spook rijden. Okay. Je gaat de verkeerde kant op. Daar kom je niet dat uit. Dat weet ik. Ik wil eens even kijken hoe wat. Ik kom niet echt die bijzondere dingen tegen. Woehoe, GG! Woehoe! Die was wel heel stijlvol. Classic. Ja. Echt erop stijl. Nee! Gaat goed? Ja. Toch wel. Is hij nog ingeschakeld, dat gekke ding? Doink. Ja, hij is ingeschakeld. Oké, vet! Hey, Anders Brennix. Leuk dat je er bent, maar dan was je volgens mij al een tijdje. Leuk dat je er ook bent. Ja, ik zal proberen links te houden. Hoe host je een stream? Dan ga je... Ja, inderdaad. Jappie Nijboer legt al even netjes uit. Yes. Ja, ik moet wel even een correctie opgeven. Het heeft alleen zin als je zelf ook streamt. Als je zelf nooit streamt, heeft het eigenlijk geen nut. Ja, maar het gebaar vind ik altijd wel netjes. Dat is waar. That's true. Even kijken. Laten we eerst dat ding eens even uitklappen. Oh, niet die. Zo. Wauw, dit ziet er stelvol uit. Classic. Nice. Even kijken, GPS mod erbij. GPS, wat mod je? Ja, precies. Oeps, sorry Rob. Ik heb gewoon een stuk van het niet geld meegenomen. Kom ik nou net achter. Mijn excuus. Kunnen we dat weer inzaaien als gras? Sorry. Ik even dat hebben we juist speciaal voor jou gedaan toen, zodat je erin kunt gaan. Dat maakt niet uit. 10% discountcode gekregen. Oh, omdat ik 14 of 15... Ja, ik heb ze allebei trouwens. Jij, Victor. Dus ik krijg 10% korting op die game, zeg maar. Dus dat is echt een mooie genomen. En ik denk dat Believius en... Volgens mij heb jij hem ook binnengekregen in je inventory. Oh ja, dan moet ik eens een keer kijken in mijn inventory inderdaad. Ja. Ja, en die geldt tot en met de 21-7. Oh! Wat? Dat klopt niet helemaal. Nee. Violet until 21-7-2017. Dan is die al verlopen. Hij is verlopen. Dan nou, hoe kan je dat als je de game nog niet kan pre-orderen? Hoe wil je dat dan doen? Dat is lekker vervelend. Ik zou zeggen, ze houden zijn trollen jou gewoon. Hey, PPD, ga eens weg! Ja, echt hè. Nou ja, in ieder geval, voor degenen die interesse hebben, hij komt in ieder geval dus een week in ieder geval uit. Denk tot donderdag volgens mij. Dus, ja, ik heb in ieder geval op mijn wishlist alvast staan, dus ik wil het hem ook zeker gaan hebben. Tuurlijk.
Ja, die gaan we zeker ook wel een keer doen, want die wil ik absoluut een keer streamen. TikTok, bijna. Sloop eens niet. Breek de tent maar af. Alweer. Tuurlijk doen we dat. Zo, jongens, ik ga de stream verlaten. Oké, okay, geen probleem. Heb jij je veldval afgemaakt? Nee, lekker puh. Ik denk voor de helft. Nee. Ik denk dat ik hem voor de helft af heb. Ah, oké. Okay. Komt ook goed. Ik kan even de jongens denk ik wel even overnemen, denk ik. Ja. Ja, daarom toch, geen probleem. Dat zeker. Dus je drijver, ik zit toch wel in te kloten. Ja, gezellig, dat je gezellig dat je er was. Ja, ja, geen probleem. Zes. En tot de volgende keer dan maar, hè. Geen probleem, fijne avond nog. Yo, tot de volgende. Hey, later. Doe drijver, weet je nog de ene keer dat je... Zo, dames en heren. En dat betekent ook dat ik er zelf ook van doorga. Ik heb het zelf heel erg gezellig gevonden. Volgende week, dinsdag, probeer ik trouwens weer mee te gaan doen met Farming Simulator. Gezien ik het zelf ook heel erg leuk vind. Mensen in de chat, Arthur, Mark. Ja, en de rest die er misschien nog eventjes zijn, die ik nog eventjes niet kan zien. Bedankt dat jullie aanwezig waren. En jullie kunnen natuurlijk eventjes verder gaan kijken bij Rupke. Ik zal zo meteen eventjes zijn... of Mark wil denk ik wel eventjes de URL... van Rupke eventjes in de chat gooien. En dan... heel erg leuk nogmaals dat jullie er waren. En uiteraard tot de volgende keer. Bye bye.